Het Openbaar Ministerie eist tot 12 jaar cel en TBS tegen twee jonge mannen uit Zuidoost. De verdachten zouden eind 2019 de pas 18-jarige J. Ronnie Grootfaam hebben doodgestoken. Ik moest hem laten gaan met pijn in mijn hart. Mijn eerste zoon, mijn prachtige jongen met zijn kuiltjes in zijn wangen. Zo uit mijn leven gerukt. J. Ronnie was lid van drillrapgroep FOG. Dat staat voor Fully op Gevaar. Volgens justitie was zijn groep al langer verwikkeld in een slepende vete met een andere drillrapformatie, KSB. Dat staat voor Kikkensteinbende. Conflicten tussen rivaliserende groepen worden op YouTube en Instagram uitvergroot en aangewakkerd. Rivaliserende drillgroepen die punten verdienen met dippen, steken en punten verliezen met dashen, weglopen. De familie van J. Ronnie is na zijn dood geconfronteerd met ernstige bedreigingen via social media. Zo gaat een foto rond van het graf van J. Ronnie met de tekst dat er binnenkort op wordt geplast. En daar blijft het niet bij. Ook een andere zoon raakt zwaar gewond bij een steekincident. Op maandag 4 januari, mijn zoon van 18, de broer van J. Ronnie, gekapt in zijn rug, beide handen, hoofd en nek. Ik sta hier voor mijn vermoorde zoon. Maar ik ben vreselijk bang voor het leven van mijn andere zoon. Ze hebben niet alleen de dood te verwerken gekregen, maar ook een batterij aan beledigingen, bedreigingen. En culminerend in een nieuw geweldsincident tegen het broertje van het slachtoffer. Uitmondend in een steekpartij waarin die jongen ook heel zwaar gewond is geraakt. Als J. Ronnie op 3 september 2019 met zijn vrienden de flat Florijn uitloopt, trekt hij zelf ook een kapmes. Getuigen spreken van een piratengevecht, waarbij meerdere tieners met centimeters lange kapmessen elkaar te lijf gaan. De verdachten zeggen, wij moesten onszelf verdedigen. Wat het OM betreft kan er geen sprake zijn van zelfverdediging, ofwel juridisch gezegd noodweer. Dat komt omdat het slachtoffer uiteindelijk is ingesloten door twee personen en hij uiteindelijk van achteren is neergestoken door een van de verdachten. Toch vindt justitie dat beide verdachten, van 19 en 21, mede verantwoordelijk zijn voor de dood van J. Ronnie. Hoe hard het ook klinkt richting de nabestaanden, die wel een kind hebben verloren, hij is aangevallen. Hij is aangevallen, is achteruit gegaan en achteruit gegaan en achteruit gegaan. En de aanval bleef doorgaan. Hij heeft wel met een mes gezwaaid en uiteindelijk heeft een ander de achteraf gezien fatale steek toegebracht. Moedeloos zal ik blijven. Want het geweld onder de jongeren zal niet stoppen. En ik vraag me af hoeveel ouders dit nog moeten meemaken. Hoeveel van zulke moordenaars zult u nog in uw rechtbank moeten zien?